Dinsdag maken we kennis met de Aria-meisjes, een groep fanatieke feministen. These Aria girls are involved somewhere. Ze worden er inderdaad van verdacht betrokken te zijn bij de dood van Williams, een man met een dubbel leven en op zijn minst evenveel vrouwen. Sarah, Helen, Veronica, Paulette, Jane. The fingerprints of all these girls were discovered on Williams' car. Do you really suspect me? I never knew she existed until you told me. The two women. I saw them in the Precinct Cafe in King's Markham just before Christmas. Ruth Randall Mysteries, dinsdag om 9:55 op TV1. Als ik zeg migranten, dan denkt u meteen al aan een donkere huidskleur, Noord-Afrika, Arabisch type en zwart kroeshaar. Maar je hebt migranten ook in een andere uitvoering, in het blond, met blauwe ogen en met een goed gevulde portefeuille. Dan zijn het Amerikanen, Zweden of Duitsers, dat zijn ook migranten. Maar die wonen niet in Molenbeek of Vorst, maar die nemen de Brusselse rand in of zijn daar in elk geval sterk mee bezig. Twee keer migranten nu, één keer rijk en één keer arm, in één en dezelfde panorama. Dames en heren, goedenavond. Migranten, migrantenproblemen, migrantenbeleid of de afwezigheid daarvan, je hoort haast niets anders. In deze editie van Panorama leveren ook wij, niet voor het eerst, maar zeker ook niet voor het laatst, een bijdrage tot de discussie. Al was het maar om duidelijk te maken dat er migranten zijn en migranten. Aan de ene kant zijn er de kapitaalkrachtige buitenlanders die zich in Brussel of de wijde periferie van de hoofdstad vestigen, bijvoorbeeld in Sterrebeek. Aan de andere kant zijn er de Noord-Afrikaanse en Turkse migranten, zo opvallend aanwezig in het straatbeeld van de armere Brusselse gemeenten, Sint-Joost-de-Node, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek bijvoorbeeld. Dirk Tieleman en William van Laken trokken een weekend lang op met jonge Brusselse Marokkanen. Straatjongens op fietstocht in de Ardennen of zich vervelend in de mistroostige ghetto's van de hoofdstad. Daarover, over die arme migranten, straks meer in Panorama. Maar nu eerst Sterrebeek, dat we vooral kennen van de paardenwedrennen en de dagelijkse files. Minder bekend is dat deze prachtige Vlaams-Brabantse gemeente een geliefde pleisterplaats is voor buitenlandse medemensen. Die zijn daar heel welkom. De Sterrebekenaren houden niet op dat ons in koor voor te zingen. Ze zijn niet alleen welkom, maar ook willkommen en zelfs bienvenue. Want die buitenlanders zitten meestal goed in de slappe was en dat vertedert met name de Sterrebeekse middenstand heel erg. Sterrebeek is geen uitzondering. Euroambtenaren, NAVO-mensen, topfunctionarissen van buitenlandse multinationals, ze hebben zich zowat overal gevestigd in Vlaams-Brabant, de zogenaamde rand rond Brussel. Op het eerste gezicht tot ieders tevredenheid. Op het tweede gezicht zijn er toch wat probleempjes. Die probleempjes zijn er zeker ook in Sterrebeek, dat in de nu volgende reportage model staat voor heel Vlaams-Brabant. Welkom dus in Sterrebeek, of hoort u liever welcome. Ergens in Sterrebeek. Een zestal dames komen bij elkaar voor het beoefenen van hun hobby, het beschilderen van zijdedoek. Op zichzelf niets bijzonders, tenzij misschien hun nationaliteit. Turkije, Samsun'da doğdum, Türk'üm. My name is Françoise and I have a Scottish mother and Belgian father. Ja, se zovem Sonja Vlahodimos, a moje rodno mjesto je Jugoslavija. Ich heiße Ile Röpke und bin Deutsche. My name is Alice and I come from Nova Scotia, Canada.
Je suis Françoise et je suis Française. Avec la vie transparente. Als u nou ziet, ik zou zeggen, Sterrebeek, waar een klein dorp groot in kan zijn. Een klein dorpje dat je hier werkelijk alle nationaliteiten kunt terugvinden. Je hebt hier Fransen, Chinezen, Duitsers, Zweden, Nooren, Amerikanen, Britten. Je kunt ze niet opnoemen of je komt hier wel eens ergens tegen. En dat betekent dan toch wel dat wij met ons klein dorpje hier contacten hebben met iedereen. Dus dat vind ik toch wel positief. Kleine Sterrebeek maakt zich over de grote heerlijkheid van de vele buitenlanders ook grote zorgen. Niemand die dat beter weet dan Dolf Peters, de verzekeringsmakelaar die kantoor houdt in het centrum. Het is voor een groot stuk aan het verstedelijken hier. Je moet hier 's morgens eens het verkeer meemaken. Er is bijna geen lapje grond meer. Alles is volgebouwd. Je kunt dus niet meer spreken van het dorp Sterrebeek. Dat is natuurlijk jammer. Mogen we het nog eens doen, meneer McGinn? Je kunt dus niet meer spreken van het dorp Sterrebeek. Dat is natuurlijk jammer. 121. Ja. Ali Koopman is Nederlandse. Ze woont al 5 jaar in Sterrebeek. Het leven bevalt er haar uitstekend. Het is een prettig dorp om te wonen. En je kunt hier eigenlijk voor alles terecht. Je hebt je boodschappen en... Ja, het is gewoon heel gezellig. Een uitgelezen woonplaats, dat vindt ook de familie Thompson van Sterrebeek. Vooral meneer die op een chemisch bedrijf werkt. Particularly this place of Sterrebeek, it's an ideal location for us, we think. It's close to Brussels, but it's almost in the country. It's green all around us, as you see. It's very pleasant. Joachim Schluter werkt bij de NAVO. Het gezin Schluter mag graag vertoeven bij Duitse landgenoten, maar dan liefst in België. Het gefällt ons zeer goed. Die Belgen zijn zeer großzügig en zeer tolerant ons Ausländern gegenüber. En we kunnen wirklich unser Leben führen, so wie wir das gerne möchten. Ik glaube, dat kan jeder bestätigen, der hier woont en lebt. Matthias Schluter en zijn zus Sibylle zitten op de Duitse school, in Wezenbeek, vlakbij Sterrebeek dus. Na de middag hebben de scholieren vrij. Eigenlijk würden we gern meer contact met de Belgiërs hebben, maar het is schwierig en dat hangt van meerdere factoren af. We werden door de school bestemd, onze kinderen komen nachmittag naar huis en zijn thuis. Das ist schon ein ganz anderer Tagesablauf für uns. Dann durch die Sprachschwierigkeiten können wir auch nicht arbeiten. Und ich glaube, die belgischen Frauen arbeiten doch überwiegend. Da ergeben sich schon sehr schwierig Kontakte. Do you remember what it's called? De kinderen Thompson zitten op de Britse school, in Tervuren, right, vlakbij Sterrebeek dus. Ze volgen er een Brits leerprogramma. Vreemde talen zijn er niet bij. Al ligt Sterrebeek niet in Groot-Brittannië. French would be a good advantage for them, but it's almost like English in terms of a universal language, but unfortunately Dutch is not. Quelles sont les trois étapes que nous constatons dans le message publicitaire? Il faudrait pourtant montrer au public. Mike Koopman leert Frans op de Europese school in Woluwe, vlakbij Sterrebeek dus. Vader Koopman is dan ook een echte eurocraat. Waar zoekt Mike dan zijn vrienden? Het is hier in Sterrebeek, er zitten toevallig ook. Ze wonen ook nog 2 jongens van mijn school. En via hun, dat zijn ook Vlamingen, via hun heb ik nog contact. Maar dat is zeer gering. Contact met andere Vlamingen hier uit de buurt. Maar nee, dat is inderdaad. Vind je dat jammer? Ja, ergens wel, maar ergens, ik heb er ook geen last van. De Amerikaanse school ligt in Sterrebeek zelf, aan de John F. Kennedy-laan. Alleen kinderen van militairen hebben er toegang. We hebben
geluk misschien om in de gemeente de Amerikaanse school te hebben. Ik vind dat een angstig en een agressief beeld. Als u eens langs de Amerikaanse school passeert, men speelt daar continu oorlog. Daar staan daar zwaar bemapende militairen staan daar aan de straatkant. Als je er een beetje vertraagt met je auto, dan word je weggejaagd. Dus dat zijn ook nog andere negatieve kanten. Good morning. Good morning. Can I help you? Yeah, speak in Nederlands? No, English. English. Yes. Yeah. Who are you? We are Belgian Television, BRT. I see. Panorama. Okay. May I see some identification? Yes, sure. Yes. That's my best side with the hair. During the Gulf War, we had all kinds of difficulty with problems. Okay, here's Ensign. Yeah, okay. That's right. Bedank. In Sterrebeek is ondanks alles het rijke Vlaamse leven gebleven. Volkskunstgroep De Rollenwagen is maar één van de 30 verenigingen in het dorp. Vlaams is de dans en Vlaams zijn de dansers. Buitenlanders zijn hier niet te vinden. Hebben ze er trouwens wel een boodschap aan? Wij hebben met de Vlamingen in Sterrebeek die mensen proberen zo goed mogelijk duidelijk te maken dat ze moeten integreren met de verenigingen die er zijn, met de dorpsraad. Er zijn allerlei initiatieven geweest. Natuurlijk willen ze niet altijd mee. En dan zou ik zeggen, zoals Gandhi destijds zei, wij stellen onze ramen en onze deuren open voor alle culturen, maar we wensen er niet door overspoeld te worden. De fanfare Broedermin is één van de twee Sterrebeekse fanfares. Vlaams is de muziek en Vlaams zijn de muzikanten. Buitenlanders weten niet van de hoed en niet van de rand. De familie Thompson heeft drie paarden in een plaatselijke manege. De jongens spelen ook in een lokale voetbalclub. Dat is het sociale leven van de Thompsons. The stables and the football club have their own social lives, where we enjoy ourselves as parents and adults as well as the children enjoying themselves. I also play squash at a local squash club, where again it's a mixture of local people. Ik kom dus regelmatig elke dag echt veel buiten, want we hebben een hond en daar wandel ik dus zo ongeveer een uur per dag mee. En je hebt hier achter een park en daar kom ik regelmatig ook sterrenbekenaren tegen, ja, met honden uiteraard. En dat zijn eigenlijk wel de contacten hoor, die ik hier in het dorp heb. Een beetje oppervlakkige contacten toch? Ja, dat blijft wel oppervlakkig, ja. Joachim Schluter is een van de 8 ouderlingen in de Duitse Evangelische Kerk van Brussel. Nu wens ik met allen een gezegende godsdienst. Heilig, heilig, heilig. Niet alleen de protestanten, ook de Duitse Rooms-Katholieken luisteren iedere zondag in hun eigen eredienst naar het woord van God, in het Duits. Ik wil dich erheben, mijn God, du König. De Duitse gemeenschap leeft dus haar eigen besloten leventje. Ik wil dich täglich loben. De familie Schluter beseft dat. Die Ausländer allgemein wahrscheinlich leben in ihren eigenen Kreisen. Und tatsächlich ist es ja so, weil wir eben diese Möglichkeit haben, der deutschen Schule, der deutschen Kirchengemeinde, deutsche Clubs, es gibt alles mögliche, die deutschen Parteien haben ihre Organisationen, ist vielleicht keine Notwendigkeit auch, keine so große Notwendigkeit, mit den Einwohnern Kontakt zu haben. I'm ashamed to say that most children, either at the stables or when I'm shopping or people, they can speak 3 or 4 languages. And I'm ashamed to say I can't or won't. Morning. Hello.
3 packets of Benetton white, please. 3? 3, please. Please. 3 times 79. 237. Please. You're going to horse riding today? Oh, yeah. Yes. Is Catherine there? Yes. Normally, she will be there this afternoon, yes. Thank you. Thanks very much. Yes, goodbye, Bye. Mrs. Thompson. Wenn man versucht, die Landessprache zu sprechen, wird man als Ausländer erkannt und es wird einem sofort in Deutsch geantwortet. Also man hält wenig Gelegenheit überhaupt, Niederländisch zu sprechen. Aber die Leute sind... Die Leute sind freundlich, wollen entgegenkommend sein und nehmen uns damit die Möglichkeit, die Sprache zu üben. Ja, ja, ja. Dit is het huis van de Schlüters. Ze huren het. Wie viel Miete bezahlen Sie hier, wenn ich fragen darf? 50.000 ungefähr. Ist das viel, nicht viel? Wir haben relativ günstig, glaube ich, noch gemietet vor 4 Jahren. Dit is het huis van de Thompsons. Ook zij huren. For this house we're paying 40.000 Belgian francs a month. Mm-hmm. Is that much or is that a good price? What do you think? As we rented this house some 4 years ago, nearly 5 years ago, I imagine it's I imagine by now it's probably a good rent. Dit is het huis van de koopmans. Zij hebben het gekocht. We hebben daar in de tijd ongeveer een 6 miljoen franken voor betaald. Ja. Hoeveel zou het nu waard zijn als u het zou verkopen? Nou, ik denk dat dat zo tegen de 9 à 10 miljoen inderdaad zou zijn. Dankzij de buitenlanders bloeit de vastgoedsector in Sterrebeek als nooit tevoren. De grondprijzen zijn op 5 jaar tijd met 60% gestegen. De huren zijn verdubbeld. Dit huis is gebouwd in de jaren 70, staat op ongeveer 900 vierkante meter grond. Heeft een mooie living van een 35 vierkante meter, een parket. Een 11 ingerichte keuken, badkamertje beneden nog. 2 kamertjes, plus nog een grote kamer boven, dat men kan omvormen tot nog een derde of een vierde kamer eventueel. Dit huis is verkocht aan de prijs van 6.300.000. Dat is een huis dat op 800 vierkante meter staat. Het is recent gebouwd, 1980. Het heeft een mooie living van een 40 vierkante meter. Een mooie keuken, volledig ingericht. 3 slaapkamers en een badkamer. Garage, 1 wagen. De vraagprijs is 8.250.000. Ja, dit is de klassieke villa. Veel vraag naar dit soort villa. Dat wil zeggen 4 ruime slaapkamers met 2 badkamers. Een ruime living, 55 vierkante meter met open haard. Mooie ingerichte keuken, garage, 2 wagens. En de huurprijs is 100.000. Oude mensen die lang geleden een huisje hebben gekocht, kunnen nog in Sterrebeek blijven. Jonge mensen hebben geen toekomst in hun geboortedorp. Imke en haar vriend bijvoorbeeld kunnen wel wandelen in de enige sociale wijk van Sterrebeek, maar plaats is er voor hen niet. In een sociale woonwijk, weet ik, zoals hier, wordt er 30.000 frank gevraagd voor een huurhuis, en ik vind het eigenlijk toch veel, omdat het doel van een sociale woonwijk is dat mensen met een minimumloon daar eigenlijk in kunnen wonen, en wat hier dus helemaal niet het geval is. Dit is het huis waar 30.000 frank voor betaald wordt. Er woont een Deens gezin in. 20 jaar geleden werden de huizen hier opgetrokken voor 600.000 frank. Prijzen waar dat men elders in Vlaanderen of in België, waar dat men een villa voor koopt, daar koopt men hier een sociale woning voor. Ook zo met de huurprijzen, wanneer zo'n huis vrijkomt en dat wordt verhuurd. Ja, degene die zo'n huis heeft, die wil er natuurlijk ook een mooie huur van maken, maar de eigen bevolking kan hier op die manier niet meer wonen. Dat is het grote probleem hier. Om op de woonproblemen in Vlaams-Brabant de aandacht te vestigen, werd een maand geleden in Brussel betoogd. Maar de Vlaamse leeuw klonk wat vals. Want zijn het de buitenlanders die betalen, het zijn landgenoten die de prijzen berekenen. Het is moeilijk om een straat te vinden wat er geen nieuwbouw is voor het ogenblik, een ruwbouw.
Dus de Belgen die hun eigen stukje grond hadden, hebben vlug gaan wat geld lenen, of met gespaarde geld, gaan bouwen om te investeren, want dat is een markt. Dus de rentabiliteit ligt hoog van investeren. In de Vlaamse betoging stapte ook het bestuur op van Sterrebeek 2000. Dat is een actiegroep die Sterrebeek Vlaams groen en betaalbaar wil houden. Wij hebben een aantal jaren geleden het voorstel gedaan aan de gemeenten om gronden massaal op te kopen en dan in kleinere kavels te verkavelen, zodanig dat een sociaal woonbeleid mogelijk wordt. Wij moeten helaas vaststellen dat er tot nu toe weinig in huis komt van een degelijk grondbeleid en dat men, laat ons zeggen, de speculatie hier in de gemeente zijn vrije loop laat gaan. Een verwijt voor Francis Vermeire, gastheer van PVV-voorzitter Verhofstadt op het jaarlijks bal van de burgemeester. Vermeire is, zo zegt hij zelf, heel populair in Zaventem, de fusiegemeente waartoe ook Sterrebeek behoort. Waarom zijn er in Sterrebeek geen sociale woningen? Een vraag waar de burgemeester voorzichtig omheen danst. Wat het specifiek probleem van Sterrebeek betreft, is er spijtig genoeg moet ik teruggrijpen naar het verleden. Ik moet teruggrijpen naar 1973, zijnde het ontwerpplan en de beslissingen die destijds zijn genomen door de vorige gemeentebesturen van Sterrebeek. Het verhaal van de burgemeester begint hier, in het kasteel Termere. De familie die er woont is de gelukkige bezitter van 4 hectare grond. Het toenmalige gemeentebestuur wou de grond kopen om er sociale woningen op te zetten. Maar staatssecretaris Eijskens van Ruimtelijke Ordening wijzigde het voorlopige gewestplan en maakte er landbouwgrond van. De boze eigenaar stapte naar de rechter. Zo pas werd het voorlopig laatste arrest bekendgemaakt door burgemeester Vermeire. Het arrest wijst zeer duidelijk naar een procedurefout die er gebeurd is op het kabinet van staatssecretaris Eijskens. Het is te zeggen, de plannen zijn niet voorgelegd aan het ministerieel comité binnen de voorziene tijdspannen, met als rechtstreeks gevolg dat het vonnis daarvan gewacht maakt en dat dat als basis gediend heeft om nu bijna 1 miljard te betalen aan de betrokken, te moeten betalen aan de betrokken familie, die uiteraard haar rechten heeft verdedigd, maar die als gevolg heeft dat er in Sterrebeek penurie is aan gronden, aan privégrond, dat er geen mogelijkheid meer bestaat om aan sociale woningbouw te doen en dat men als dusdanig vanuit de Belgische staat een zeer belangrijk bedrag zal moeten betalen zonder dat dat in feite iets in de plaats wordt gegeven. Wie Vermeire zegt, zegt Verac. Verac is een vastgoedkantoor dat eigendom is van de familie Vermeire. Verac krijgt veel gedaan dankzij de politieke relaties van de burgemeester. Vermenging van belangen dus, zegt de oppositie. Wat dat betreft moet ik toch zeggen dat het zeer goed mogelijk is van terzelfde tijd aan politiek te doen, aan zaken te doen, maar integer te zijn, eerlijk te zijn. Het zou maar erg zijn anders, geloof ik. Natuurlijk. Dus u bent formeel, ik vraag u nog eens voor alle duidelijkheid, Verac en burgemeester Vermeire, dat zijn twee verschillende dingen? Uiteraard. Uiteraard in die zin dat de burgemeester van Zaventem zijn gemeente bestuurt en dat hij dat doet met in zijn duidelijke opstelling alleen de belangen van de gemeente. In het grondarme Sterrebeek ligt nog een enorme open ruimte, de hippodroom. Begin dit jaar kreeg de DRAF-federatie de meerderheid van de aandelen in handen. Daar was heel wat opbod aan vooraf gegaan. Op 3 maanden tijd kon een van de betrokken partijen dusdoende 15 miljoen belastingvrije winst op zak steken. Wat heeft aanleiding geweest tot dat opbod? Dat is dat het hippodroom van Sterrebeek een belangrijk doel geworden was van immobiliënmaatschappijen. Immobiliënmaatschappijen die geïnteresseerd waren om het domein van 50 hectare, gelegen tussen Tervuren, Wezenbeek en Sterrebeek en gelegen op 10 minuutjes van het centrum van Brussel, op te kopen om daar op termijn natuurlijk andere activiteit te laten plaatsgeven en dus dat te verkavelen en dergelijke meer. En dat is altijd de grote schrik geweest en de reden waarom de DRAF-federatie kost wat kost dat domein in handen heeft willen krijgen. Muziek en gebed alleen zullen de kleine vrouw en man in Sterrebeek niet behoeden voor al dat financieel geweld.
Als straks de buitenlandse inwoners ook nog stemrecht krijgen, dan is er over 20 jaar misschien niet eens een Sint Pancratius fanfare meer. Weet u dat er straten zijn hier in Sterrebeek, waar dat sommige mensen het bijvoorbeeld de Duitse straat noemen of de Britse straat, waar een hele straat vreemdelingen woont. Vreemdelingen zijn voor ons hier dus anderstaligen. Wel, als u zo'n hele straat hebt, of een hele wijk op den duur, waar mensen samen gaan zeggen van wij vinden dat wij vertegenwoordigd moeten zijn in de gemeente, en die krijgen hier straks een meerderheid, dan krijg je FDF-toestanden van 20 jaar geleden hier. Een vraagje aan het echtpaar Sluiter. Zouden ze zich beter integreren als ze stemrecht hadden? Ja, ja, met zekerheid. Maar man müsste auch mehr Information haben. Ja, die muss man sich ja, eben durch Integration beschaffen, ja. Dann, ja. Ja, ja, ja. Um genau zu wissen, was läuft. Ja. Muss man dann die Sprache doch nicht sprechen? Ja, das würde ich auch zumindest sagen. Verstehen, ja. und auch ja. Sprechen, aber ich glaube, ich würde mir es bereits zutrauen, da mitzumachen. Aber ich glaube, dann ist das Problem wieder für Leute, wie wir am Anfang 3 Jahre, die nur hier leben, ist es doch schwierig. Investiert man das dann, Sprache und auch dieses ganze Interesse, und man geht nach 3 Jahren wieder? Ja, natürlich. Das ist schon die Frage. Ja, ja. Tut man das dann? Zij zitten hier vaak ook maar voor een paar jaar, voor 3 of 4 jaar. En waarom zou zij dan een taal leren die ze misschien nooit meer in de wereld nodig hebben? Want daarna verhuizen ze naar Canada of naar weet ik veel. En die vinden dat het dus veel praktischer is om Frans te leren. En die vinden dan ook maar dat wij hun dan, als we in hun taal niet te woord kunnen staan of willen staan, dat we het dan maar in het Frans moeten doen, want dat een van de nationale talen hier is. Dat vindt u niet zo leuk? En dat vind ik helemaal niet leuk, nee. Nee. Maar stemrecht voor de gastarbeiders daarentegen ziet u dan nog eerder zitten? Och, wat voor problemen geeft dat? Dat vind ik veel minder erg, omdat die mensen hier veel meer, hoe gek dat ook misschien klinkt, maar ik heb de indruk, de contacten die ik heb in Brussel, als ik daar bij gastarbeiders toevallig mee in contact kom, dat die mensen eigenlijk veel meer geïntegreerd zijn dan veel buitenlanders hier in onze gemeente. De rijke vreemdelingen aan de groene rand van Brussel, de armen in de verwaarloosde buurten van de stad. Met andere woorden, Sterrebeek is Molenbeek niet. In Sterrebeek vlogen geen stenen of molotovcocktails door de lucht, in Molenbeek wel. Het sluimerend ongenoegen van veel jonge migranten kwam precies 2 weken geleden spectaculair tot uitbarsting. Marokkaanse jongeren waren het, vooral tussen 16 en 21. Zijn het boefjes of zelfs boeven? En hoe anders zijn ze? Of zijn het jongeren die nauwelijks verschillen van hun doorsnee Belgische leeftijdgenoten? Panorama wou ze wat beter leren kennen. De jongeren dus, niet de ouderen, niet de politie of de politici. Dirk Tielman en William van Laken gingen het voorbije weekend met ze op stap. Het ene team bleef in Molenbeek en observeerde het straatleven. Het andere trok met een groepje jonge Marokkanen op fietstocht naar de Ardennen. Ze registreerden hun vaak ongezoute meningen. Van vrijdagavond tot zondagavond op stap met Brusselse straatjongens. Enough, that's a figure of speech.
meaning the upper sit out of reach. Right, y'all, that's what I'm saying. The cuts and even the words I'm saying. Now the lyrics all start hands. We're back by Dope the Man. Je suis ici, je traîne, je danse. Tu ne danses pas tout le temps, quoi? Non, pas tout le temps. Mais à part ça, quand tu as encore de temps? Je sors, je reste ici dans le quartier. Tu te flammes dans la rue, quoi? Ouais, pas tout le temps, mais quand même. Dans les émeutes, il y a... environ 10 jours. Tu étais dedans? Non, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, j'étais là. Mais je suis pas resté longtemps, je suis resté jusqu'à 8h, 9h. Qu'est-ce que tu en penses? Ils ont raison. Pourquoi? Parce que c'est pas bien, j'aime pas les... Quand on marche en rue, et les flics viennent nous contrôler devant tout le monde, devant une femme passe et nous voit comme ça sur la voiture. Et quand on nous revoit une semaine après, on va dire, ouais, c'est un voyou, même si on n'a rien fait. C'est pas bien, ça. Dans mon quartier, j'ai remarqué que on traînait de plus en plus dans les rues les jeunes dans le quartier, quoi. Je les connais, bon. Et c'est ça le but principal, c'est de changer un petit peu cette situation-là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a rien là. C'est un raid, j'ai appelé ça raid aventure. Le but que je me suis fixé là, pour ce raid-là, c'est de constituer un groupe solide, uni. Uni par la solidarité, bon, la fraternité, tout ce qu'il y a. C'est ces jeunes-là qui plus tard s'occuperont d'autres jeunes. Il y a du lait pour celui qui veut. On est les gars. Il y a du lait, hein. Même un certain contrôle, non? Ouais, c'est leur travail, mais contrôle et contrôle plus gentiment. Ils déconnent pas. Tes papiers, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à la maison, c'est énervant. Ils te traitent comme ça? Ouais. Ils t'agacent? Ils sont pas calmes là, les flics. C'est des... Et c'est les autres, rangés. Les autres, je vais dire, les Belges qui vivent ici, ça va? Ça va? Ouais, ici ça va, ils ont pas intérêt à dire. Ils sont peur, vraiment. Ils ont? Ouais, ils vont pas dire, ouais, sale bougnou, il y a que des bougnous. Ils vont pas dire. Ouais. Ils vont sortir alors ils parlent plus qu'un. Okay. Pour moi, il y a des choses à faire. Et je crois que dans notre cas, nous par exemple, si on parle des immigrés, je crois que s'il y a des choses à faire, c'est les immigrés eux-mêmes qui doivent
Ça prendra un sens, ça prendra mal. Pour moi, je prends conscience qu'il faut réagir. Et je suis pas le seul, je suis pas une exception, je crois pas. Il y a de plus en plus de jeunes qui prennent conscience et qui réalisent des trucs et tout. Les gars, pour ma gueule alors. Zach, où sont les bouteilles et le verre? Je pense que t'as... Allez, les verres, ils sont ici. Zachary. Ils sont 8 ans. Ah, ils sont finis déjà, les... Moi, je pense que la rue n'amène pas grand-chose. Ça n'amène que les problèmes qu'on connaît couramment, délinquance, décrochage scolaire, etc. Ça fait boule de neige. Et moi, je crois que j'aimerais pas voir mes frères plus tard comme ça. Quand je parle de mes frères, je veux dire les amis, les voisins, les futurs petits qui vont grandir, les futurs enfants peut-être ou quoi. Et je crois que c'est maintenant qu'il faut réagir et pas attendre. Bah, laisse nous rentrer. Non. On peut jamais rentrer ici. On va un peu mettre d'ambiance. Non. On va danser tout comme des fous. Pas moyen. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Le patron me le dit à moi, je vous le dis à vous, c'est tout. Parce qu'en arabe, on peut pas. Je veux déjà pas de basket chez nous. Ouais, le basket, on vient à chaque fois. On vient à chaque fois en classique, vous dites chaque fois non. Pas de basket ici, de toute façon, et de toute façon, c'est pas d'arabe. Voilà, c'est pas d'arabe. Et pas de basket. C'est ça. C'est d'abord les arabes. Et lui, il peut rentrer, lui. Lui, les Belges. Bah, il montre sa carte d'identité. Montre ta carte d'identité. Bientôt, je suis nationalité belge. Alors, on va. Mais si je rentre pas, je fais ravage ici. Hein. Ça va. Bientôt, je vais aller faire chirurgie esthétique. On va venir avec une carte d'identité belge. Voilà. Et il veut jamais nous laisser rentrer, fils de pute. Hein? Sonnez, s'il vous plaît. Pas mal de rentrer. Quoi? C'est la femme. C'est le cabamande. Quoi? Quoi? On va rentrer? On va laisser rentrer étranger. Pas d'étranger? Désolé, je suis pas patron, les gars. Je suis pas le patron. On va aller voir un verre, on va aller. Non, j'ai dit non, sinon je t'ai dit ouais, j'ai dit non, c'est bon. Non mais je t'explique gentiment, je peux pas, je suis pas patron. Ça va. Désolé les gars. Je peux pas ça. Pas moyen. Je travaille, je peux pas. En étranger. Ça va. Désolé. Merci. Hein. Désolé. La prochaine peut-être. Il y a vraiment pas moyen. Il veut le vivre, il veut jamais, jamais nous laisser rentrer. Jamais, jamais. Ce sont des jeunes qui ont aussi participé activement à ce qui s'est passé à Bruxelles, oui. Activement, mais je crois que ces jeunes-là, ceux-là, je les connais. Ils étaient là comme observateurs, je pense. Et comme la plupart des jeunes, d'ailleurs, là-bas. Pour moi, ils étaient là comme observateurs. L'étincelle est venue d'ailleurs, pour moi. Ça, je le pense. Elle est venue aussi de chez... Parce qu'il y a un certain ras-le-bol, ça, c'est clair. C'était l'occasion de jamais de l'exprimer, etc. On va à l'église, frère. Martin,
croyez que ces émeutes, ça va se répéter? Bah, il faudrait revenir. On espère que non. Si on se sent toujours aussi humilié, ouais. Si dans 6 mois, on se fait toujours autant emmerder, bah, je crois bien que ça risquerait de reprendre, quoi. Enfin, je parle pour moi personnellement, quand j'en sais rien pour les autres. Mais, je sais pas. S'il n'y a rien qui a changé, si tout ce que les politiciens, les policiers, tout ce que les administrations ont promis, c'était que des mots comme ça en l'air, je crois que ça finira par reprendre. Parce que c'est une situation qui est pourrie, quoi. Là, 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 viens, 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 viens. Change, là. Là, 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 ah, viens, 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 dégage, dégage, là. Il y a eu ces émeutes à Molenbeek, il y a eu des blessés et tout, il y a eu des dégâts et tout. Qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé puisque les problèmes sont toujours là. Ils sont toujours les mêmes. Après, vous vous faites arrêter, on vous en veut pour l'histoire qu'il y a eu hier. Ça ne va jamais s'arrêter. Parce que vous, à bête contrôle, on vous fait déjà. Alors, vous avez fait votre émeute, vous avez eu ce que vous avez eu, et ben maintenant la loi elle est changée, voilà ce que vous avez. Paf. On vous emmène, contrôle, on vous embarque toute la nuit, casse la tête, ouais, ça change pas, ça change pas. Maintenant qu'on marche dans la rue, on n'ose même pas marcher à côté d'eux parce qu'on sait qu'ils vont nous emmerder. La police. Ouais. Quand on les voit, on tient à distance, quoi. On est loin de notre quartier ici, mais on est obligé de venir ici parce que nous aussi, on a un parc au canal. Hein. Et si on est là, par exemple, comme maintenant, on est combien ici? 10. Si on est plus que 10, hein, ils arrivent en courant. 4 voitures en une fois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent, hein, c'est directement contre le mur, bon, bien par terre. Enfin, moi personnellement, j'ai rien contre le contrôle d'identité. Mais qu'ils doivent le faire dans une autre manière, dans les règles. Pas, il te prend, il te pousse contre le mur, il voit que tu n'as rien fait. Je suis content, allez, je suis d'accord de donner ma carte d'identité pour contrôler, ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'il me prend, il me pousse contre le mur, ou parfois il sort son flingue ou quoi, moi. Ça va pas, les gens, quand ils te voient qu'ils marchent dans la rue, j'ai honte d'aller regarder la prochaine fois qu'ils passent. Mmh. Alors, tu vas retourner. Ouais. Tu peux retourner? Laisse encore 3 minutes alors. Laisse encore 3 minutes. Et après, c'est bon. Enfin, les jeunes non plus sont pas des anges, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine agressivité envers la police aussi? Bah, peut-être que c'est une réaction d'abord à cause de l'attitude de la police, mais c'est vrai que tous les jeunes sont pas des anges. Enfin, c'est pas une manière non plus d'agir. Hein. Je crois que dans toutes les races, il y a des mauvais garçons. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'attaque spécialement aux Arabes ou à des gens qui ont des cheveux noirs et des yeux noirs, en tout cas. Je suis d'accord qu'il y en a qui sont pas toujours très gentils, quoi, qui s'adressent aussi de façon mal polie aux policiers, mais enfin, c'est pas une manière non plus d'agir. Hein. Je crois pas que c'est comme ça qu'on va résoudre le problème. J'ai fait des bêtises quand j'étais petit, ça j'avoue. Mais maintenant qu'on est majeur, faut oublier tout ça. Des bêtises, c'était quoi? Certains vols. Tu faisais ça? Ça m'est arrivé. Ouais. Je suis passé au palais de justice, j'ai compris. Je suis passé une fois, mais j'ai compris directement. Et maintenant, j'essaie de vivre comme tout le monde. D'ailleurs, ça fait presque 5-6 mois que je fréquente plus la rue. C'est-à-dire, je préfère pas rester dans les rues. Qu'est-ce que tu fais alors? Chez ma petite amie ou bien chez la famille. Tu as peur? Non, peur non.
Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je sais pas. C'est pas question d'avoir peur, c'est oublier la rue, devenir quelqu'un de normal, pas vivre dans la rue jusqu'à 2-3 heures du matin, comme avant. Il faut que les gens sachent que nous aussi on vit, que nous aussi on a autre chose à faire que vivre dans la rue. Moi je trouve qu'il faudrait plus d'endroits où se réunir, comme les maisons de jeunes. Comment tu te sens parmi les Belges, quoi, ici, à Bruxelles? C'est à Bruxelles, bien. Jamais eu de problème avec des Belges. Il y a des Belges dans le quartier, on a des Belges aussi. Il n'y en a pas qui t'emmerdent? Non. De temps en temps, il y en a avec toi qui vous pète un peu, mais il est vite calmé, quoi. Il est vite calmé? Il est vite calmé. Comment tu fais? Enfin, comment on fait? Dès qu'il parle, quoi, on parle avec lui, et puis il rentre à la maison, il se tait. Le week-end est terminé, il faut retourner à Bruxelles, la vie continue, quoi. Mais ça peut peut-être permettre un petit... Une petite prise de conscience peut-être ou quoi, ou... Enfin, c'est pas un remède miracle, c'est pas... Ils ont fait du vélo, ils sont fiers d'eux, etc. Bon, ils vont passer à la télé peut-être aussi, je sais pas. C'est une expérience, c'est une chose d'expérience pour moi. Quelle montée! Je crois qu'ils doivent être assez contents. Et qu'ils auront envie de recommencer. Et peut-être de le faire eux-mêmes. Et puis, ils traîneront plus dans les rues. Enfin, il y a certains trucs qu'ils vont laisser tomber, peut-être. Génération du futur voulait vous terminer comme ces jeunes d'aujourd'hui qui ne trouvaient plus rien à faire que la drogue, une maladie qui détruit des familles. Alors nous ne laissons pas marcher sur les pieds une fois de plus car WOP est là pour nous aider. Alors qu'attendons-nous pour nous révolter et nous rebeller à crier yo? C'est pas parce qu'on est bronzé et crôlé que vous devez nous rejeter de la société. De toute façon, si vous avez l'intention de nous éliminer un jour, nos enfants seront toujours là pour faire couler votre sang. Yo! I'm not doing this for me. This is all for you, so help me out. Get down and shout. Yo! Yes, the rest is up to you. It ain't hard, just try to do what you do best when you hear me flow. On the dopest flow, Joe. I won't settle for any less. Do your best, but I must confess. I am the type so hard to bless. I feel like a cold espresso. Move your body from left to right. If you can, stay out of sight. If you can, come on, take a stand. Cause we're back by Dope the Man. Ja,
Volgende week in Panorama opnieuw twee eigen reportages. Een eerste verhaal over de meerderjarigheid op 18 jaar. Ons land was een van de laatste in Europa om de meerderjarigheid van 21 op 18 jaar te brengen. Dat gebeurde vorig jaar pas. Voor heel jonge mensen lijkt het natuurlijk leuk dat ze 3 jaar eerder voor vol aanzien worden, tenminste juridisch. Maar het valt te betwijfelen of bijvoorbeeld de financiële consequenties van deze aanpassing hun wel duidelijk voor ogen staan. In dezelfde uitzending van volgende week, ik durf het haast niet zeggen, want we hebben het onderwerp al 2 maal moeten uitstellen, van markt tot markt, of hoe de Sovjet-Unie en in elk geval de Baltische Republieken tussen twee stoelen zijn gevallen. Ze hebben het marxisme de rug toegekeerd, maar zijn nog niet toe aan een vrije markt. Al zijn er in Estland, Letland en Litouwen steeds meer zaken waar de klant nu toch een beetje koning is, tenminste, als hij met dollars, Duitse marken of zelfs Belgische franken kan betalen. Meerderjarigheid op 18 en van markt tot markt, dat wordt, naar we mogen aannemen, uw panoramamenu van volgende donderdag. Goedenavond. Daar nog een andere vriend, René! En toen zei mijn vader tegen me, als jij zo doorgaat, deze manier, als je hiervoor kiest, alsof er iets te kiezen valt, dan zul je nooit gelukkig worden. En toen dacht ik, hoe kan zo iemand dat nou zeggen? Hij is zelf diep ongelukkig, dat zie je aan alle kanten. En dan gaat hij tegen mij zeggen dat ik op mijn manier nooit gelukkig zou kunnen worden. Dus dacht ik, neem het risico dan maar. En heeft het ongelijk gehad gelukkig. En krijgt Robert Dong altijd gelijk van Luxafloer? Dat ziet u in De Andere Kant.